Voorzitter, het is uitverkoop. Iedereen met een politiek correct klaagverhaal kan een kunstvoorwerp uit een museum komen afhalen. Gratis en voor niets. Bijna 500 kunstschatten gaan dankzij staatssecretaris Usselu de deur uit. Er zijn volgens haar 300.000 objecten die iets te maken hebben met ons koloniale verleden. Dit is het begin, dreigt mevrouw Gonsalves, de voorzitter van de commissie Koloniale Collecties. Kortom, als we deze uitverkoop nu niet stoppen, dan gaan de D66 cultuurbarbaren hier nog decennia mee door. Zelfhaat kent immers nooit een einddatum. Voorbeeld, dit schitterende kanon, gemaakt in Nederland, versierd met zilver, goud en robijnen. Een Nederlands cadeau aan een Javaanse koning. Hoezo is het geroofd? De commissie geeft zelf toe dat helemaal niet te weten. Men is, ik citeer, van oordeel dat met een redelijke mate van zekerheid is aangetoond dat het onvrijwillig is verloren in een land waar Nederland koloniaal gezag uitoefende. Verloren. Dus niet gestolen. Staatssecretaris, hoe kan dat? Redelijke mate van zekerheid, dat is blijkbaar al genoeg. Het rapport dat we kregen is helemaal in het Engels. Dat is voor de D66-cosmopolieten heel normaal. Hun taal komt uit Amerika, hun ideologie komt uit Amerika, de woke. Voor de overige kunstschatten bestaat nauwelijks enige onderbouwing waarom het geroofd zou zijn en waarom het weg moet. Zie de Lombok-diamant. De uitverkoopcommissie is een verzameling extremistische woke-fanatici. Ik keek op hun Twitter. De een is solidair met Black Lives Matter, het racistische, gewelddadige en corrupte tuig dat voor miljarden aan schade aanrichtte en verduisterde. Een ander lid roept op tot het decoloniseren van wiskunde. Pythagoras is blijkbaar te blank voor hem. De staatssecretaris noemt de commissie onafhankelijk. Dat klopt. Ze zijn vooral onafhankelijk van elk gezond verstand. Waarom werken musea eraan mee dat met kratten tegelijk kunstwerken verwijderd worden? Waarom verdedigen zij hun collecties niet? Die museumdirecteuren zouden onmiddellijk ontslagen moeten worden en strafrechtelijk vervolgd. Ze worden betaald een museum te runnen. En wat doen ze? Ze geven de boel weg. Het is een flagrante strijd met de wet. De erfgoedwet, artikel 2.1 en 2.3. Staatssecretaris, klopt dit? Uitverkoop, alles moet weg. Nadat het kabinet in elkaar stortte, zette Usselu alles op alles om zo snel mogelijk nog zoveel mogelijk over de grens te jagen. Alles van waarde is weerloos indien geconfronteerd met de plunderneigingen van idealistische D66'ers. Het maakt niet uit waar het terechtkomt. Usselu geeft het bijvoorbeeld richting het Nationaal Museum in Jakarta. Daar gaan ze zo zorgvuldig met hun collectie om dat vorige maand de collectie voor het grootste gedeelte afbrandde. Waarom, staatssecretaris? Roofkunst. In Madrid hangt de Tuin der Lusten van Jeroen Bos, geroofd uit het bezit van Willem van Oranje. Usselu zwijgt. In Parijs hangen 60 schilderijen geroofd door de Fransen eind 18e eeuw, waaronder werken van Rubens. Usselu zwijgt. Usselu doet ook niets in zaken alles wat geroofd is door de Indonesiërs zelf. Tijdens de oorlog en de Bersiap, een genocide op tienduizenden Nederlanders, verricht door dolgedraaide, rovende, plunderende, moordende, verkrachtende Indonesiërs, die door dit kabinet recentelijk zijn aangeduid als vrijheidsstrijders. Sukarno had zelf het een en ander aan de muur hangen, vaak geroofd van mensen die in de Jappenkampen gruwelijk leed ondergingen. Vaak geroofd door de Japanners die zich gedroegen als nazi's, zo stelt kunsthistoricus Louis Weers. Waarom had Usselu dat niet terug? Waarom accepteert zij de ene roofkunst en begint zij te gillen bij de andere? Het antwoord is simpel. De daders van deze plundering in de Oost zijn Indonesiërs en de slachtoffers zijn blank. Tja, dan is het niet zo interessant. Dat levert geen deugdpuntjes op binnen de D66, NRC, GroenLinks, VPRO, grachtengordelbubbel. Dank u wel. Het is alleen roofkunst, één zin. Het is alleen roofkunst als niet-blanken het slachtoffer zijn en blanken de daders. Alleen dan past het binnen de diversiteitsideologie van D66. Dank u wel. Ik hecht eraan te zeggen dat het de staatssecretaris of mevrouw Usselu, dat vind ik een aanspreekvorm die ik hier met elkaar zou willen afspreken. En ik gil niet zo snel. Nou ja, is dan aan u zoiets over te zeggen. Mevrouw Beckerman had een vraag voor de heer Bos. Maar mevrouw Beckerman. Oh ja, voorzitter, dank u wel. De heer Bosma houdt overduidelijk van erfgoed hier houden. En daarom heb ik een vraag. En dat ging over dat wij hebben een pleidooi gehouden ook voor het redden van maritiem erfgoed. Want de heer Bosma zegt dat andere landen niet goed omgaan met hun erfgoed. Maar dat doen wij eigenlijk ook.
En nou zou ik van allerlei punten kunnen waar ik met u van mening verschil, maar ik wil eigenlijk in dit enige erfgoeddebat wat we deze hele periode hebben, vooral tot oplossingen komen. En daarom wilde ik u eigenlijk vragen of u ons pleidooi steunt om tot een reddingsplan te komen, juist voor dit unieke maritiem erfgoed, wat ons van alles kan vertellen over hele mooie en hele slechte dingen uit ons verleden. De heer Bosma. Ik begrijp dat er opnamen gemaakt worden van mevrouw Beckerman en haar mooie pleidooi, dus ik zal eerst mijn haar even goed doen. voorzitter, het is inspirerend dat de SP, een socialistische partij, opkomt voor ons prachtige VOC-erfgoed. En dat waardeer ik enorm, want de VOC is een geweldig stukje Hollandse geschiedenis. Iets waar we ongelooflijk trots op moeten zijn. Net zoals we trots moeten zijn op ons koloniale verleden. Ik vind het pleidooi van mevrouw Beckerman prachtig. Ik wist niet dat het erfgoed op die manier bedreigd zou zijn. Het zou raar zijn als de erfgoedwet uitpakt negatief voor ons erfgoed. Dus als mevrouw Beckerman met een wijziging komt, of van de erfgoedwet, of een manier om te zorgen dat dit prachtige maritieme verleden toch gered kan worden, dan ben ik haar man. Dan ga ik door met de vraag van de heer Bosma. Die vroeg naar de teruggave van objecten aan voormalige koloniën. De Rijkscollectie bestaat uit miljoenen objecten, zo'n 60 miljoen. Daaronder vallen ook objecten die zijn verkregen in de koloniale periode. We hoeven dus niet bang te zijn dat straks onze musea leeg zijn. Zullen zijn. Koloniale collecties zijn vaak echter heel vaak onrechtmatig verkregen door roof, door dwang of geweld. Daar moeten we ook wel eerlijk over kunnen zijn. En begin juli hebben we besloten om 472 objecten terug te geven aan Indonesië en 6 objecten, waaronder het kanon van Kandi, aan Sri Lanka. Dit is besloten op basis van het advies van de Commissie Koloniale Collecties. En toch wel belangrijk om hier te benoemen dat deze commissie bestaat uit top professionals. Zeer ervaren, deskundige experts op hun vakgebied. En ook goed om te melden dat het advies is gebaseerd op herkomstonderzoek. En herkomstonderzoek is zeer complex, zeer moeilijk. Het is heel gelaagd en dat is een expertise die heel waardevol is. Dus die onderzoeken naar de biografie van de objecten. Dat is hier heel grondig gebeurd. Het advies van de commissie volgt het beleid over koloniale collecties. En dit beleid is door uw Kamer bekrachtigd. Dat wil ik ook hierbij benoemen. Meneer Bosma vroeg of wij ook objecten uit andere landen gaan teruggeven. Terughalen van objecten naar Nederland uit voormalige koloniën ligt niet echt voor de hand, juist vanwege de koloniale context van de ongelijkheid. Ook ben ik toch terughoudend met terughalen uit het buitenland, objecten uit het buitenland ten behoeve van de Rijkscollectie, zolang die werken in het buitenland ook publiekelijk toegankelijk zijn. Als er een maatschappelijke discussie ontstaat over de noodzaak hiertoe, dan kan dat natuurlijk aanleiding zijn tot reflectie. Maar nu is dat nog niet het geval. Dan ben ik door mijn vragen heen. En dat leidt tot een vraag van de heer Bosma. De heer Bosma. De staatssecretaris zegt, we hoeven niet bang te zijn dat de musea leeg raken. Nee, niemand is daar bang voor. Maar de staatssecretaris heeft op de televisie verklaard dat er 300.000 objecten zijn die iets te maken hebben met ons koloniale verleden. En er zijn er nu 500 weggegeven. De voorzitter van die commissie koloniale collecties, mevrouw Gonsalves, zegt dan ook, dit is het begin. Dat suggereert dat we nog honderden van dit soort acties krijgen, waarbij steeds honderden van onze kunstwerken worden weggegeven. Is dit het einde van de uitverkoop van al onze cultuurschatten aan landen als Indonesië in het kader van het kolonialisme? Of is dit het begin? De staatssecretaris.
Voorzitter, nogmaals, 60 miljoen, ruim 60 miljoen objecten hebben we het over. Dus dat is echt wel, het zijn grote aantallen. We hoeven echt niet bang te zijn dat onze Vermeers en Rembrandts, dat dat teruggegeven wordt. Er is een commissie, er is een beleid bekrachtigd. En we hebben een hele professionele commissie die ernaar kijkt. Onderzoeken die plaatsvinden. We hebben het inderdaad over 472 objecten naar Indonesië en 6 objecten naar Sri Lanka. Het is geen uitverkoop, het is geen leegloop. Het is wel kritisch kijken naar de objecten. Waar komen ze vandaan? Hoe zijn ze hier terechtgekomen? Is dat rechtmatig gebeurd of niet? Of rechtvaardig gebeurd? Daar wordt naar gekeken en daar wordt heel grondig onderzoek naar gedaan. Maar dat onze musea aan leegverkoop doen, daar, ja, dat is natuurlijk helemaal niet zo. Volgvraag, meneer Bosman. Nee, en dat zegt ook niemand. Niemand zegt dat. En die 60 miljoen waar de staatssecretaris nu mee schermt, is totaal irrelevant. 60 miljoen is alles bij elkaar. De staatssecretaris heeft op de televisie verklaard 300.000 objecten die iets te maken hebben met ons koloniale verleden. De voorzitter van de commissie, mevrouw Gonsalves, zegt over deze weggeefactie: dit is het begin. Wat betekent dit is het begin en hoeveel van dit soort weggeefacties krijgen we nog? De staatssecretaris. Ja, dat is koffiedik kijken, voorzitter. Het hangt af van de vraag. We hebben op dit moment, Indonesië heeft een verzoek ingediend, Sri Lanka en Nigeria. En daar wordt naar gekeken. Dus het is wat gaat er komen. En we zien ook dat bijvoorbeeld Indonesië zelf een selectie heeft gemaakt van een aantal objecten die ze terug willen. En niet alle objecten. Dus dat is gewoon echt afhankelijk van de vraag. En grondig onderzoek. Ja, het hangt inderdaad af van de vraag. Want als ik kijk naar de motivatie die de staatssecretaris overneemt van die commissie. We krijgen dus als Kamer een hele catalogus met dingen die worden weggegeven aan Indonesië. De meest schitterende dingen worden verkwanseld, gaan in kratten, gaan naar Indonesië. En de argumentatie die eronder ligt is totaal flinterdun. Totaal flinterdun. Het gaat over zaken als een redelijke mate van zekerheid. Een redelijke mate van zekerheid. En zo gaat het een na het ander gaat weg. En dan zegt de staatssecretaris grondig onderzoek. Er is helemaal geen grondig onderzoek. Waar is dat grondig onderzoek dan? Kunnen we dat grondig onderzoek dan per kunstobject krijgen, per kunstschat? Want nu weten we dat niet. Dus kunnen wij als Tweede Kamer ook niet een oordeel vellen. We krijgen wat vage kreten, we krijgen wat inschattingen. Kreetje waarschijnlijk zie ik hier staan. Dat is de manier waarop onze kunstschatten door deze staatssecretaris worden verkwanseld. De staatssecretaris. Voorzitter, die adviezen zijn openbaar, maar we kunnen ze ook nog toesturen naar de Kamer als dat de wens is. Ik heb ze gezien, hè. Ze zijn flinterdun. Dan heb ik nog een aantal vragen gesteld waar de staatssecretaris geen antwoord op heeft gegeven. Wat vindt zij van het feit dat de erfgoedwet het een en ander voorschrijft? Bijvoorbeeld het in goede staat houden van spullen, veiligstellen. En nu wordt van alles gewoon weggegeven. Het wordt niet veiliggesteld, het wordt weggegeven. De staatssecretaris handelt in strijd met de wet. Ik heb het gehad over het Nationaal Museum in Jakarta. Heel veel van onze spullen worden weggegeven door de staatssecretaris aan het museum. Het is vorige maand voor de helft afgefikt. Daar gaat het naartoe. Ons cultureel erfgoed wordt verscheept naar een museum waar ze nauwelijks serieus omgaan met ons erfgoed. En nog een vraag. Waarom gebruikt de staatssecretaris onze spullen niet, die nu in Nederland liggen, in het Rijksmuseum onder andere, niet gewoon als leverage, als ruilobject, om te zorgen dat heel veel dingen die van Nederlanders zijn geweest, die geroofd zijn door de Japanners en door de Indonesiërs, die van ons zijn, niet gewoon als ruilobject, om te zorgen dat we dat terugkrijgen? Waarom speelt ze niet gewoon hardball en waarom hangt ze de Sinterklaas aan? Meneer Bosma refereert aan eerder gestelde vragen waar hij nog antwoord op wil. Voorzitter, ik hoor niet geen nieuwe vragen hoor. Maar volgens mij hebben we al. Het is denk ik wel belangrijk om te zeggen dat het debat hierover al gevoerd is. En meneer Bosma weer een nieuw debat over voeren. Maar dit debat is al gevoerd. En het beleid is door uw Kamer bekrachtigd. En daar wil ik het bij laten. Sorry hoor. Ik stel in mijn termijn een aantal vragen, die worden allemaal niet beantwoord. En dan komt de staatssecretaris met het verwijt: ik hoor geen nieuwe vragen. Ik heb die vragen gewoon gesteld en er komt geen antwoord op. Waarom handelt de staatssecretaris in strijd met de wet? Waarom geeft ze ons erfgoed weg aan een museum dat net vorige maand voor de helft is afgefikt? Waarom doet ze niets voor het Nederlands erfgoed in de handen van de Indonesiërs? Meneer Bosma heeft deze vragen gesteld en daar vraagt hij antwoord op.
Nou, volgens mij, ik hoor helemaal geen vragen. Ik hoor dat meneer Bosma die zegt, waarom handelt ze in... wat zegt u? En dat is een vraag. Nee, maar dat is toch, dit is gewoon een beleid wat wij voeren dat bekrachtigd is door uw Kamer. Dus ik ga toch hier niet weer een debat voeren over een beleid dat al bekrachtigd is. En dat is helemaal niet in strijd tegen de wet of met de wet. Dus ik begrijp deze vraag überhaupt niet. Ik bedoel, ik wil het dolgraag wel beantwoorden, maar ik ga toch hier niet helemaal weer dat debat oprakelen. Dat lijkt me een beetje een gekke situatie. Voorzitter, wat zitten we hier dan te doen? Wat zitten we hier dan te doen? We hebben zo'n stapel papier gehad. Evaluatie, erfgoedwet, hele stapels van alles en nog wat. En daar behoort dit allemaal toe. Dit krijgen we gewoon allemaal van de staatssecretaris. En als het op de agenda staat, dan gebeurt het wel eens. Maar ja, ik ben nieuw hier, misschien vergis ik me wel. Dan stellen Kamerleden daar vragen over. Ik stel hele simpele vragen. Ik stel hele simpele vragen. En het enige antwoord is, ja, ik heb geen nieuwe vraag gehoord. Nee, ik heb een vraag gesteld. Ik heb een aantal vragen gesteld in eerste termijn. Is het logisch dat een bewindspersoon er antwoord op geeft? Of ben ik nou gek? Voorzitter, de erfgoedwet is gevolgd. Volgens de regels hebben wij gehandeld. Dit is een beleid die de Kamer heeft bekrachtigd. Dat wordt nu uitgevoerd. En de wet is gevolgd. Het is niet in strijd met de wet. De heer Bosma. Voorzitter, het is toch echt allemaal totaal bizar wat hier gebeurt. Als er één schilderij van prinses Christina naar het buitenland gaat, dan bestaat daar grote deining over en grote boosheid. En zeer terecht. Maar als er 500 van onze cultuurschatten door deze staatssecretaris, die moet passen op ons erfgoed, worden verkwanseld en uit musea worden geroust en naar Indonesië gaan en in een museum terecht gaan komen dat net vorig jaar voor de helft is afgefikt, dan accepteren we dat allemaal maar. Er is geen enkele onderbouwing waarom het roofkunst zou kunnen zijn. Vage kreetjes, vermoedelijk, wellicht, waarschijnlijk. En dan komt de staatssecretaris op de televisie en zegt, ja, er zijn 300.000 kunstschatten die iets te maken hebben met kolonialisme. En ze suggereert aan mij, en de voorzitter van de commissie is daar duidelijk over, dit is nog maar het begin. Dus de uitverkoop is nog alleen maar gestart. En de Kamer is nauwelijks op de hoogte. We krijgen een of andere catalogus vol met objecten die allemaal weggaan. Die allemaal in de uitverkoop gaan. Die allemaal enkele reis Indonesië krijgen. En we weten niet waarom het roofkunst is. Allemaal vage kreten. Allemaal waarschijnlijk niet moet worden uitgesloten dat. Ik vind het een groot schandaal. De Kamer wordt niet geïnformeerd hierover. De Kamer weet niet wat er aan de hand is. En ik zal dit ter sprake brengen in het debatje dat we verder nog krijgen. Voorzitter, dank u wel. Steun het vrije woord. Word lid van Geen Stijl Premium via premium.geenstijl.nl. Dankjewel.